Onlangs heeft Western Digital zijn WD-RED SSD's uitgebracht als aanvulling op de mechanische schijven, de WD-RED en de WD-RED Pro. Een SSD is opgebouwd uit flashgeheugen en dat heeft als voordeel dat het enorm korte toegangstijden heeft en hoge lees- en schrijfsnelheden kan halen. Een gewone schijf is opgebouwd uit een soort draaiende glazen plaat met een lezende schrijfkop en daardoor zijn ze gevoelig voor mechanische fouten, in tegenstelling tot SSD's. Wij gaan eens kijken wat het doet in termen van prestaties. We gebruiken voor deze test onze Netgear NAS met 10 gigabit poort, zodat er geen bottleneck op het netwerk zit als we de SSD's gaan testen. Deze NAS zit normaal gesproken vol met Enterprise Disks of WD-RED, dus in principe scoorde die al vrij hoog. Maar we gaan eens kijken als we twee mechanische schijven vervangen voor SSD, wat dat doet met de prestaties. Nou, het vervangen van de schijven gaat redelijk eenvoudig. We schuiven een clipje opzij en halen de schijf er gewoon uit. Vervolgens kunnen we daar een SSD in doen, maar niet voordat we even de plastic bracket verwijderen, want dan zit er een pinnetje in de weg, kwamen we achter. Nou, de plastic bracket eruit halen is een fluitje van de cent. Je drukt een palletje even opzij en daarna kan je de plastic bracket gewoon verwijderen. Dus dit is op zich geen probleem. De SSD zet je vast met 4 schroefjes. Die zitten ofwel in de doos ofwel bij de NAS. In ons geval halen we even een bakje met schroefjes uit de kast. Als de SSD's vastzitten in de bracket, kunnen we ze in de NAS doen. Zoals je ziet zijn het er 2, lezen en schrijven. Je hebt in ieder geval 2 disks nodig voor een tier in geval van een Netgear NAS. En bij Synology heb je 2 disks nodig om te kunnen lezen en schrijven op een SSD cache. Voordat we gaan beginnen maken we een nieuwe RAID array aan met 4 van de 6 schijven, want er komen later natuurlijk 2 SSD's bij. Wij kiezen voor RAID 5, maar voordat we dat aanklikken laten we even zien wat de mogelijkheden zijn. Want je kan namelijk ook voor RAID 0 of 10 of 6 gaan in geval van een Netgear NAS. En ook bij Synology geldt dat. RAID 0 wordt eigenlijk afgeraden omdat het heel onveilig is. Betrouwbaarheid gaat achteruit. RAID 10 is heel veilig en levert goede prestaties. Maar je levert enorm min op capaciteit. Dus wij kiezen voor RAID 5 omdat we ervan uitgaan dat de meeste gebruikers dit zullen doen. We maken de array, dat duurt best lang, een uurtje of 14 hebben en we hebben uiteraard gebenchmarkt nadat de array was opgebouwd. We maken voor het geval van deze test ook nog even een map aan, een nieuwe share zoals dat heet. En die share die noemen we testmap voor uw gemak. Er worden al overigens al mappen aangemaakt, zowel op een Netgear als op een Synology als op een QNAP heb je basismappen. Maar we maken even een nieuwe testmap aan om makkelijker te kunnen testen, zodat we een standaard map hebben waar we alle testfiles naartoe kunnen sturen. Je hebt alleen maar SMB protocol nodig om een test te kunnen doen, in ieder geval in een Windows omgeving. Mac werkt tegenwoordig ook met SMB. Je ziet hier, de map is aangemaakt en is toegankelijk. Zo, het is wel handig om even te testen. We hebben 3 soorten benchmarks gedraaid, maar voordat we dat gaan doen, laten we even zien hoe je een SSD tier kan aanmaken. Je klikt de SSD's aan, je klikt op laag of extra laag of tier in het geval van Engels. En we kiezen dan voor gegevensopslag. En dan is de soort tussenstation van SSD cache geactiveerd. Duurt trouwens ook even voordat die klaar is. Nou, u ziet hier I.O. Zone. Dat is een benchmark voor allerlei soorten toepassingen. En ideaal eigenlijk in dit geval voor het testen van NAS. Omdat hij heel veel tests draait. Niet alleen lezen en schrijven, maar ook herlezen, herschrijven, CPU load. Alles is te testen met I.O. Zone. Het werkt via command line. En u ziet hier dat de load op het netwerk langzaam maar zeker oploopt als de file size groter wordt. Dat is vrij normaal. Dat gebeurt eigenlijk altijd. Als je grote bestanden verstuurt, is de load op het netwerk hoger. We hebben ook nog landspeed test gedraaid. Die liet ook hele duidelijke verschillen zien tussen met en zonder SSD cache. En tenslotte draaien we ook nog NAS performance tester. Dan hebben we 3 tests, dus we kunnen mooi middelen tussen al die scores. En we zien in ieder geval een rode draad. En dat is dat de prestaties constanter worden op het moment dat we SSD cache toevoegen. De leessnelheid is niet altijd hoger, de schrijfsnelheid wel. En de schrijfsnelheid is vooral constanter, ook bij kleinere block sizes en kleinere packages. Dat kun je hier heel duidelijk zien. Hier zie je ineens een uitschieter naar beneden bij het lezen en die is bij de SSD cache weg. Hier hebben we nog een grafiekje die laat zien wat de verschillen zijn tussen met en zonder cache.
En je ziet dat de lees- en schrijfsnelheden gewoon constanter zijn met cache. En dat zie je hier ook als we alleen maar even lezen en schrijven laten zien. Boven zonder, onder is met cache. We hopen dat je dit een interessante test vond. De rode draad is dat de performance omhoog gaat, met name met schrijven, en dat die constanter blijft. Vond je het leuk? Like de video en we hopen je weer snel terug te zien.